Mijn missie is meer dan alleen het straatgeluid te laten horen. Het is eigenlijk ervoor zorgen dat de stad van vrede en recht recht doet aan die naam. Hoi Noor. Hey, goedemorgen. Dit is de plek waar jij vroeger rondhing. Dit is waar ik opgegroeid ben. Zullen we ballen schieten? Top. Mijn jeugd was een periode die ik wel wil herleven eigenlijk. Het is een hele multiculturele wijk. En het voelde altijd alsof je op vakantie was, want je hebt de hele wereld bijeen in dit klein stukje grond. Ik ben zelf van Somalische komaf, dus we zijn in 1993 naar Nederland gekomen. En op de Vijandlaan waren we op een gegeven moment gevestigd. Dus het voelde eigenlijk best wel een beetje thuiskomen, omdat je, ja, zoals ik net zei, de hele wereld hier om je heen had. En toen je hier aan het basketballen was, was je toen ook al politiek geïnteresseerd? Ik had geen interesse in de politiek, al van kind af aan eigenlijk niet. Zelfs in mijn volwassen jaren had ik geen interesse in de politiek. Op een gegeven moment, toen ik kinderen kreeg, keek ik heel anders tegen de wereld aan. En vanaf mijn 18e was ik eigenlijk al heel erg maatschappelijk betrokken. En op latere leeftijd vertaalde dat zich eigenlijk in politieke betrokkenheid. Omdat ik van mening was dat er een bepaalde geluid ontbrak binnen de Haagse politiek. En wat was het geluid? Het geluid van de straat. Je spreekt je vaak uit tegen discriminatie. Heb je daar zelf ervaring mee gehad? Ja, ik heb heel vaak... Mijn eerste leukigheidje was op de middelbare school. Was ik in de pauze... Ik zat op het Johan de Witt College in de stad. Was ik in de pauze even wat te eten gaan halen, liep ik terug. En ik was 14 jaar, hè? Een kleine jochie. En opeens twee politieauto's houden me staande, staan blijven. Oké, wat is er aan de hand? Ik kom te laat voor mijn les. Ik moet snel... Ik werd zo slecht behandeld dat het me gewoon altijd bij is gebleven. De wijze waarop ik aangesproken ben. Geen verklaring voor wat er aan de hand was. En de wijze waarop ik behandeld ben om daarna maar weggestuurd te worden. Dat is me echt bijgebleven. En dan heb je, daarna kan ik een boek schrijven over wat ik heb meegemaakt in het bedrijfsleven. En noem maar op. Dus lang verhaal. Kijk, voor mij, discriminatie is een belangrijk punt. Ik denk dat veel mensen het daarmee eens zijn. Alleen, we moeten daar niet blijven hangen. Het bestaat, mensen worden gediscrimineerd. Maar de vraag moet zijn, hoe nu verder? Dus hoe gaan we hiermee om concreet dingen te veranderen ten behoeve van de samenleving? In de slachtofferrol blijven hangen, daar help je niemand mee.